Goedemiddag en welkom bij deze middagwebinar. Vandaag is het onderwerp Anomaly Detection met Azure Machine Learning. Dus waar ik het over ga hebben is het, het uitvoeren van anomaly detectie. Ik probeer dat in het Nederlands te vertalen, maar dat is een beetje een lastige term, hè? In het Engels is het anomaly detection. Dus ik denk, ja, in het Nederlands wordt het dan anomaly detectie. Maar het gaat in feite om het identificeren, het detecteren van uitschieters en trendbreuken. En dat kunnen we volautomatisch uitvoeren. We kunnen machine learning algoritmes gebruiken, machine learning modellen, om in iedere dataset automatisch alle uitschieters en trendbreuken feilloos te identificeren. En daar kan je allemaal leuke dingen mee doen. Dus in het komende uur wil ik daar wat nader op ingaan. En zeg maar een beetje het tipje van de sluier oplichten, hoe je zoiets zou kunnen implementeren in je eigen organisatie, door slim gebruik te maken van de Microsoft Azure Cloud. Dus dit is de inhoudsopgave voor het komende uur. Dus ik wil beginnen met een pas op de plaats te maken en ik wil je een inleiding geven, een introductie in het concept cloud machine learning, dus het uitvoeren van machine learning training in de cloud, het bouwen, trainen en uitrollen en implementeren van machine learning modellen in de cloud. En gewoon even kijken van wat de voordelen zijn als je dat in de cloud uitvoert, in tegenstelling tot bijvoorbeeld op je eigen computers. Op je eigen laptop bijvoorbeeld een machine learning model te trainen en te bouwen en te trainen. Of om bijvoorbeeld gebruik te maken van een private datacenter. Als je on-premises wat servers hebt staan en je hebt die op een leuke manier aan elkaar geknoopt in een soort private datacenter. Op die manier kan je ook machine learning modellen bouwen en trainen. En ik wil het even vergelijken met de cloud, om de voor's en tegens van de cloud te laten zien. Vervolgens wil ik je introduceren in de wonderlijke wereld van de anomaly detectie. Nou, excuses als er een betere vertaling voor is, maar dit heb ik ervan gemaakt. Anomaly detectie, dus het identificeren van uitschieters en trendbreuken in datasets. Dus ik wil inzoomen op die twee voorbeelden, dus uitschieters en trendbreuken. Wat betekent dat precies? Hoe ziet dat eruit? Hoe zou je dat kunnen visualiseren in een willekeurige dataset met bedrijfsdata? En wat kan je ermee? Hè? Wat voor voorbeelden zou je kunnen bedenken van dit soort machine learning toepassingen? En vervolgens wil ik je introduceren aan een Azure service waarmee je anomaly detectie kunt uitvoeren in de cloud. Ik heb het over Azure Machine Learning Studio. Azure Machine Learning Studio. En dit is een online omgeving waarin je heel gemakkelijk machine learning modellen kunt bouwen, trainen, testen en in productie nemen. En daaronder dus ook zogenaamde anomaly detectie modellen. Dus ik zal je kort laten zien wat de features zijn van Azure Machine Learning Studio. En hoe zo'n anomaly detectie model eruit zou zien als je dat zou bouwen in Machine Learning Studio. En dan rond ik af met een aantal voorbeelden van wat zou je nou kunnen doen met deze technologie als je het in je eigen organisatie uitrolt. Wat kan je hier nou eigenlijk mee? Maar laten we beginnen met een blik te werpen op cloud machine learning. Dus cloud in tegenstelling tot on-premises of local machine learning. Cloud machine learning betekent dat we gebruik maken van cloud resources, dus servers in de cloud, om machine learning modellen te bouwen en te trainen. En dat heeft diverse voordelen. Een daarvan is het trainen van machine learning modellen vereist ontzettend veel computercapaciteit. Machine learning modellen worden getraind op data, op bedrijfsdata. En die modellen die leren langzamerhand om interessante patronen in bedrijfsdata te herkennen en de patronen te detecteren. Maar dit leerproces is ontzettend traag. Deze modellen die worden herhaaldelijk getraind. Dus dat gebeurt in een soort lus. Dat wordt meerdere keren achter elkaar uitgevoerd.
En tijdens iedere trainingscyclus wordt een machine learning model steeds beter. Dus in het begin, als je begint met een ongetraind machine learning model en je vraagt dat model om voorspellingen uit te voeren, ja, om naar data te kijken en daar conclusies uit te trekken, dan zul je zien dat die conclusies heel erg slecht zijn. De voorspellingen die het model genereert, die slaan eigenlijk helemaal nergens op. En wat je dan doet, is je traint dat model herhaaldelijk, hè, door feedback te geven. Je laat het model voorspellingen genereren. Je geeft feedback, je geeft aan welke voorspellingen onjuist zijn, welke voorspellingen juist zijn. En je geeft dus die gerichte feedback en het model wordt dan ietsjes beter. Het model traint zichzelf en wordt ietsjes beter en zal de volgende keer betere voorspellingen genereren. Maar een klein beetje beter. Dus de verbetering zal heel klein zijn. Een hele kleine stap naar verbetering. Dus, maar we kunnen dit proces herhalen. We kunnen opnieuw een training uitvoeren. We kunnen weer voorspellingen doen. We kunnen weer feedback geven. Welke voorspellingen zijn goed? Welke voorspellingen zijn niet goed? En het model kan die feedback weer internaliseren en wordt weer een stukje beter. En als we dit maar vaak genoeg doen, eindigen we met een volledig getraind machine learning model, wat ja, uitstekend in staat is om bedrijfsdata te analyseren en daar zinvolle conclusies uit te trekken. Echter, dat punt bereiken we vaak pas na 10.000 trainingscycli of 100.000 cycli of een miljoen cycli. Er zijn modellen die honderden miljoenen keren getraind zijn, voordat ze pas op een niveau zijn dat ze op acceptabele wijze data kunnen analyseren. En iedere trainingscyclus vereist computercapaciteit. Je hebt daar processoren voor nodig. Je kunt trainen op reguliere processoren, CPU's. Maar als je traint op grafische processoren, gaat het een stuk sneller. Dus GPU's, grafische processoren, dat traint ongeveer 1000 keer sneller. Dat is een natte vingergetal, 1000, maar het is ongeveer 1000 keer sneller. Dus trainen op GPU's werkt een stuk beter. Maar dan nog heb je enorm veel computercapaciteit nodig om te kunnen trainen. Dus ja, waarom de cloud? Het grote voordeel van de cloud is dat je heel snel virtuele servers kunt aanmaken in de cloud. Zogenaamde virtual machines. Dus het is zeer eenvoudig om een training cluster op te bouwen in de cloud van 100 of honderden virtual machines. En die vervolgens te gebruiken om een machine learning model te gaan trainen. En daar dan die miljoenen trainingscycli op uit te voeren. Dus het grote voordeel van cloud machine learning is dat we de toegang hebben tot een schier onbeperkte capaciteit aan computerkracht. Ja, dus we kunnen een schier onbeperkt grote cluster bouwen van virtual machines die helemaal vol zitten met GPU's. En daar kunnen we complexe machine learning modellen op trainen. En dat is natuurlijk een enorm voordeel vergeleken met on-premises. On-premises kun je ook machine learning doen. Hè. Niks weerhoudt je ervan om zelf aan de slag te gaan met machine learning op je eigen laptop of meerdere computers aan elkaar genetwerkt. Of je eigen datacenter misschien met tientallen of honderden servers die je aan elkaar genetwerkt hebt. Dat kan allemaal, dat is allemaal geen probleem. Maar machine learning vereist enorm veel hardware. Dat komt omdat we nog niet hebben ontdekt hoe we het leerproces kunnen optimaliseren. Wij mensen leren vele malen sneller en efficiënter dan machines, hè, dan software. Je ziet dat kleine kinderen iets leren na een heel beperkt aantal herhalingen. Als een kind geconfronteerd wordt met 5 of 10 keer dezelfde situatie, dan zullen ze toch op een gegeven moment leren waar ze mee te maken hebben. Als je een machine of een stuk software hetzelfde wilt leren, heb je 100.000 herhalingen nodig of 1 miljoen of 10 miljoen herhalingen. En we begrijpen nog niet helemaal waarom machines zo verschrikkelijk onefficiënt zijn in leren en waarom wij mensen dat zoveel beter kunnen doen. Dus dit is gewoon waar we nu zijn in de ontwikkeling van artificial intelligence. En dat betekent helaas dus dat het leerproces heel onefficiënt is als we machines proberen te laten leren. En dat we daar dus enorm veel rekenkracht voor nodig hebben om dat goed te kunnen uitvoeren. Dus als je dit on-premises wilt uitvoeren met je eigen hardware, dat kan. Er zijn geen technische beperkingen. Het enige wat je nodig hebt is een flinke berg aan servers.
die je aan elkaar genetwerkt hebt. Dus hardwares, het liefst GPU's in die servers. Want op een GPU, een grafische processor, kan je 1000 keer sneller trainen dan op een reguliere CPU. Dus liefst een enorme berg hardware met GPU's. Dan moet je dat aan elkaar knopen met de juiste software. Dus waarschijnlijk ga je dan iets doen met Docker-containers. En ja, waarschijnlijk ga je dan met Kubernetes-clusters aan de slag. Dus je moet die Kubernetes-software installeren. En binnen die Docker-containers kan je dan met machine learning-code aan de slag gaan. Dat is vaak Python-code. De meest populaire programmeerbibliotheek voor machine learning is TensorFlow. Dus waarschijnlijk ga je dan met TensorFlow aan de slag. En dan kan je je business data installeren in die cluster van hardware die je hebt opgebouwd. En kan je aan de slag. En dan heb je een data scientist nodig om die modellen te bouwen en te trainen. En er eigenlijk mee te experimenteren. En je hebt een Kubernetes specialist nodig om die Kubernetes cluster draaiend te houden. En je hebt een private cloud engineer nodig om de private cloud draaiend te houden. Dan moet je dus denken aan de hardware, de software die daarop draait, het besturingssysteem, de hypervisor software die je gebruikt om je eigen virtual machines op te draaien. Daar heb je een private cloud engineer voor nodig. Dus dit is allemaal heel goed te doen. Er zijn geen technische beperkingen, maar er zijn wel financiële beperkingen. Zoiets zelf optuigen is heel erg duur. En zoals gezegd, machine learning vereist een flinke rekenkracht, een fikse rekenkracht. Dus je zit dan toch al snel te kijken naar datacenters met een paar honderd servers. Waar je dan je eigen virtual machines op kunt zetten met Docker containers. En zo kan je dan je eigen trainingsclusters gaan bouwen. Dus ja, het is een vrij dure investering en dus eigenlijk alleen maar toegankelijk voor grote organisaties die zich dit kunnen veroorloven. Nou, in de cloud is alles heel anders. In de cloud kan je dus ook zo'n infrastructuur opbouwen, maar nu hoef je dus geen fysieke hardware meer neer te zetten, want dat heeft Microsoft al voor je gedaan. De Azure Cloud is niks anders dan een datacenter in Noord-Holland, hier in Nederland. Wat volledig gerund wordt door Microsoft en wat tot de nok toe gevuld is met servers. En die servers kun je allemaal zelf gebruiken. Je kunt daar je eigen virtual machines op installeren en daarop kun je je eigen software gaan draaien. En je betaalt naar gebruik. Dus je betaalt alleen maar voor wat je gebruikt. Dat betekent in de praktijk, iedere virtual machine die je aanmaakt in de cloud, die vind je terug op je rekening, op je Azure rekening. En je betaalt voor het aantal processoren in die virtual machines en het aantal gigabytes aan data die je in de cloud hebt opgeslagen. Dus per processor betaal je een bedrag per maand en per gigabyte aan data in de cloud betaal je een bedrag per maand. Dat zijn eigenlijk je twee meest belangrijke prijscomponenten in je maandelijkse rekening voor Azure. En dus hoe meer virtual machines je optuigt, hoe duurder die rekening wordt. Maar het mooie van de cloud is je betaalt alleen maar naar gebruik. Dus zolang zo'n virtual machine bestaat in je Azure account, moet je ervoor betalen. Maar zodra je hem verwijdert, verdwijnt hij van je rekening. Dus je kunt naar believen virtual machines aanmaken en verwijderen. En je betaalt alleen maar voor het volume aan virtual machines wat je van dag tot dag hebt draaien. Dus stel je gaat een machine learning model trainen in de cloud. En om het model te trainen heb je die enorme rekencapaciteit nodig. Laten we zeggen je gaat 50 virtual machines gebruiken en dan een week lang. Wat je dan kan doen is die 50 virtual machines aanmaken op maandagochtend. Dan start je je trainingsproces. Op zondagavond is dat trainen klaar. En vervolgens kun je al die 50 virtual machines verwijderen. En dan betaal je dus alleen maar voor die ene week. Dus alleen maar die 50 virtual machines en één week rekentijd. Dat is wat je dan terugvindt op je Azure rekening. En de mogelijkheid om digitale gevirtualiseerde hardware te laten verdwijnen, dat is ontzettend leuk om te hebben. En dat heb je dus alleen in de cloud. Dus dat je de mogelijkheid hebt om willekeurige virtual machines aan te wijzen in je cloud account en te zeggen ik ga die verwijderen. En zodra ze weg zijn, betaal je er niet meer voor. Als je kijkt naar on-premises, dan heb je dat hele voordeel niet. On-premises moet je een server aanschaffen. Die kan je vervolgens gebruiken voor machine learning training. Laten we datzelfde scenario gebruiken. 50 virtual machines om mee te trainen. Aan het eind van die week heb je nog steeds al die hardware staan in je private data center.
Dus je betaalt nog steeds voor die fysieke servers, je betaalt voor het datacenter, je betaalt het salaris van het team van specialisten om dat datacenter operationeel te houden. Die kosten lopen gewoon door. Dus het maakt eigenlijk niet uit of je je servers gebruikt om te trainen of dat je ze helemaal niet gebruikt. Je maandelijkse kosten blijven gewoon hetzelfde. Dus dit is het grote verschil tussen de cloud en on-premises. In de cloud betaal je alleen maar naar gebruik. Dus dat betekent dat machine learning eigenlijk een soort nutsvoorziening wordt in dit model. En de kosten, wat je ervoor dus moet betalen, worden dus ook een stuk lager. Eigenlijk moet ik dat preciezer zeggen. Het is niet zo dat die kosten lager worden, maar je smeert ze uit over een langere periode. Dus in plaats van dat je een enorme voorinvestering moet uitvoeren om een datacenter helemaal op te tuigen met voldoende hardware om machine learning modellen in te trainen, kan je nu de zaak opbouwen in de cloud. Je betaalt alleen maar voor de uurtjes dat je dus daadwerkelijk aan het trainen bent. En zodra je klaar bent, kun je alles weer verwijderen. Dus wat je per maand betaalt, is een fractie van die voorinvestering die je bij on-premises zou hebben. Dus met andere woorden, de maandelijkse kosten, die zijn lager. Eigenlijk heb je alleen nog maar maandelijkse kosten en geen voorinvesteringen meer. En dat betekent dat machine learning dus per maand een stuk goedkoper is. En je kunt met een relatief laag maandbedrag direct aan de slag. En je kunt machine learning in je eigen organisatie inzetten. En je hoeft dus niet een Google te zijn, of een Facebook, of een Apple, of een Microsoft. En dat je dus enorm diepe zakken hebt. Dat je dure IT-infrastructuur kunt aanschaffen. En dat je daarmee dus machine learning modellen kunt gaan trainen. Overigens, dat heb ik nog niet gezegd, maar een machine learning model gebruiken vereist veel minder rekenkracht dan een machine learning model trainen. Er zit een enorm verschil in. Dus een model trainen is ontzettend rekenintensief. Dat is een heel zwaar proces. Een volledig getraind machine learning model gebruiken om data mee te analyseren is bijna triviaal in termen van rekenkracht. Een machine learning model gebruiken vereist relatief lichte hardware. Je kunt dat zelfs uitvoeren in mobiele applicaties. Dus appjes die draaien op je mobiele telefoon. Die kunnen ook machine learning modellen gebruiken, mits ze volledig getraind zijn. En zo een model gebruiken gaat in een fractie van een seconde. Dus een voorspelling genereren aan de hand van bedrijfsdata kan in een fractie van een seconde. Terwijl het trainingsproces zo een week of meerdere weken of zelfs maanden kan duren. Dus hier zit een enorme asymmetrie in. En dat betekent dat op het moment dat je model volledig getraind is, dat je al die rekenkracht niet meer nodig hebt. En dat je dat dus eigenlijk direct kunt opruimen. En ook hier zit dus een enorm voordeel in de cloud. In de cloud, als je klaar bent met trainen, je machine learning model is volledig getraind, kan je direct je hele trainingsinfrastructuur afbreken en verwijderen. Die heb je niet meer nodig. En die verdwijnt dus ook direct van je Azure rekening. En dat is echt een enorm voordeel. Dus ja, machine learning in de cloud, het is heel erg lucratief voor kleine organisaties. Want het vereist geen hoge investeringen. Het zorgt ervoor dat machine learning snel ingezet kan worden als een flexibele dienstverlening in iedere organisatie. En ja, je hebt de mogelijkheid om dus je cloud hardware, je gevirtualiseerde hardware, heel snel op te bouwen en weer af te breken. En dit is uitermate geschikt voor dus die trainingscycli, waarin je dus een machine learning model aan het trainen bent. Dit opent dus ook de deur naar experimenteren. Het is mogelijk om hiermee snel te experimenteren in de cloud. Je kunt modellen bouwen en trainen op business data in de vorm van een experiment, om te kijken of het model daarna goed functioneert. En als blijkt dat dat niet zo is, als een trainingsproces niet leidt tot een inzetbaar machine learning model, is dat geen ramp. Dan breek je de hele infrastructuur weer af en je gaat iets anders proberen. Dus je kunt flexibel experimenteren in de cloud. En ook dit is zeer nuttig voor machine learning. Dus eigenlijk kan je zeggen dat hiermee machine learning toegankelijk wordt voor kleine ondernemingen. Voor kleine organisaties die geen diepe zakken hebben. Dus kleine tot, laten we zeggen, middelgrote organisaties. Denk aan, 50 medewerkers of minder. En ja, zelfs ook met name start-ups. Dus kleine start-ups die met heel weinig funding opstarten en dus met een relatief klein IT-budget toch
met behulp van machine learning revolutionaire producten in de markt willen zetten. Dat kan allemaal tegenwoordig, mits je de cloud gebruikt. Dus dat was een korte introductie eigenlijk in het gebruik van de cloud voor machine learning. Dus je ziet dat de voordelen van de cloud zijn die flexibiliteit en het feit dat je dus alleen maar betaalt voor hardware zolang je het gebruikt. En als je hardware, virtuele hardware, niet meer gebruikt, betaal je er niet meer voor. En je hebt gezien dat dat dus ideaal is, het matcht heel erg goed met het machine learning proces, waar we machine learning modellen dus trainen in hele intensieve spurts, waarbij we miljoenen trainingscycli doorlopen, waarbij we modellen trainen op relatief zware hardware, hardware met GPU's. En na afloop van het trainingsproces hebben we dat allemaal niet meer nodig. Want dan is het machine learning model volledig getraind. Kunnen we het op relatief lichte hardware gaan inzetten. Vereist veel, veel, veel minder rekenkracht. Dus die hele dure trainingsinfrastructuur is op dat moment niet meer nodig. En het voordeel van de cloud is, dan kunnen we die hele infrastructuur opruimen. Die infrastructuur is weg en we betalen er niet meer voor. Dus de cloud is ideaal voor machine learning. Dus, laten we kijken naar een voorbeeld van machine learning. Hier dus anomaliedetectie, of anders gezegd het identificeren van uitschieters en trendbreuken in je data. Dus eigenlijk wat we doen hier is we kijken naar data. Alle machine learning begint altijd met data. Machine learning is niks anders dan dat je software laat kijken naar data. En aan data, dan moet je dus denken aan alles wat je in een Excel spreadsheet zou kunnen stoppen. Een Excel spreadsheet, de inhoud, dat is gewoon data. En machine learning is gewoon software die kijkt naar data en die probeert vervolgens conclusies te trekken uit die data. En dat kan echt van alles zijn. En bij anomaliedetectie zijn we geïnteresseerd in afwijkende data. Dus afwijkende en ongebruikelijke dataregels of datapunten in de volledige dataset. Dus wat die machine learning modellen doen, is die kijken naar de hele dataset en die kijken naar het reguliere patroon eigenlijk. Het patroon in de data waar het merendeel van alle dataregels zich aan houdt. En dan alle datapunten of dataregels die niet aan dat patroon voldoen, die worden netjes geïdentificeerd. En ieder record dus in je dataset, die dus afwijkt van het gemiddelde. Het gemiddelde, dat klinkt heel, heel simplistisch. Het is niet het gemiddelde, het is echt het patroon in je data waarmee 99% van alle datapunten omschreven kunnen worden. Alles wat afwijkt van dat patroon, dat wordt dus netjes gelabeld. En ieder datapunt dat afwijkt, krijgt een score die aangeeft in hoeverre dat datapunt afwijkt van de norm. En die score, dat kan bijvoorbeeld een percentage zijn, waarbij dus 0% betekent dat de data perfect opgaat in de norm. En 100% betekent dat de data zo ver af ligt van de norm dat het overduidelijk is dat dit dus een uitzondering is. Dat is 100% duidelijk dat we te maken hebben met een uitzondering. En als je bijvoorbeeld 50% krijgt als score, dan kan dat bijvoorbeeld betekenen dat het machine learning model een beetje twijfelt. Die zegt, 50% kans dat dit een regulier patroon is, maar kan ook 50% kans zijn dat dit een uitschieter is. Dus het model twijfelt een beetje. Dus wat je kan doen, is je volledige dataset gaan scoren. Dus je rekent die score uit voor ieder record in je volledige dataset. En dan ga je kijken naar al die scores die heel hoog zijn. Bijvoorbeeld alles wat boven 90% ligt. Ga je naar kijken. Want dat betekent dat het machine learning model 90% overtuigd is dat die datapunten afwijken van de norm. En dan is het heel interessant om daarnaar te kijken. Dus deze modellen identificeren alles wat afwijkt van reguliere patronen. En dit soort modellen, er zijn verschillende algoritmes die je gebruikt voor anomaliedetectie. En sommige modellen hoeven niet eens getraind te worden. Dus dan heb je zelfs die dure trainingscycli niet. Dat geldt niet voor alle algoritmes, dus het is een mix. Sommige moet je trainen, sommige hoef je niet te trainen. Er zijn algoritmes die dus in één slag door je data kunnen lopen en die in één keer alle afwijkende datapunten voor je kunnen identificeren. En die kun je dus heel snel inzetten. Nou, dit systeem kan je dus gebruiken om zowel uitschieters te identificeren als trendbreuken in je data.
Dus een uitschieter, wat we bedoelen met een uitschieter, is een datapunt wat heel ver af ligt van de norm. Dus er is een patroon hè, wat de datapunten beschrijft. En dat patroon, dat moet je dus niet denken aan zoiets simpels als een gemiddelde. Dat kan bijvoorbeeld ook een vorm zijn in je data. Bijvoorbeeld, we hebben te maken met omzetgegevens over de tijd. Dus je bedrijf genereert iedere maand omzet. En dat kan je uitzetten in de tijd. En als je dat zou bekijken in een grafiek, dan krijg je misschien een hele mooie lijn die een beetje op en neer stuitert. In een heel mooi, regulier, herhalend patroon. Nou, dit soort machine learning modellen die herkennen dus dat patroon en die identificeren alle datapunten die niet in dat patroon liggen. Dus alle punten die dus niet mooi op die vloeiende, op- en neergaande lijn zitten, maar die heel erg ver afwijken van die norm. Dus die uitschieters, die kan je dus correleren met zeldzame en opvallende gebeurtenissen. Dus dit is vooral handig als je dus te maken hebt met een business dataset die data uitzet in de tijd. En dus een van de kolommen in je dataset is datum en tijd. Bijvoorbeeld de omzet op een bepaalde dag. Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn de temperatuur op een bepaald tijdstip. Het kan echt van alles zijn, wat voor data je maar wilt. En uitschieters, die hebben dus te maken met ongebruikelijke gebeurtenissen. Er is een soort algemeen patroon wat beschrijft wat er gebeurt van dag tot dag. En op het moment van die uitschieters gebeurde er iets ongebruikelijks, iets geks. Iets wat niet in de trend past en ja, een soort afwijkende gebeurtenis. En dit is super handig om die tijdstippen te kunnen identificeren. Je zou je bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat je, als je puur kijkende naar bijvoorbeeld verkoopcijfers, uitgezet in de tijd, hoeveel producten verkopen we per dag, dat je dan gaat zoeken naar die uitschieters. En dat zijn dus dagen waarop je veel meer verkocht hebt of veel minder dan gebruikelijk. Zoals rekening houdende met bijvoorbeeld een seizoenscurve, dat je in de zomer veel meer verkoopt dan in de winter. Of bijvoorbeeld een dagcurve, dat je in de ochtend veel minder verkoopt dan in de namiddag. Dus zelfs rekening houdend met dat soort patronen, dus het op- en neergaan van die productiecijfers. Zelfs dan nog zijn er dus momenten in de tijd waarop je veel minder dan gebruikelijk of veel meer dan gebruikelijk hebt verkocht. En dat is als bedrijf heel interessant om te identificeren. Want dan kan je je dus afvragen, van, ja, hoe komt dat? Wat was er zo bijzonder aan die dag? En je kunt die dagen, die datums en die tijdstippen bijvoorbeeld correleren aan marketingcampagnes. Wat voor marketingcampagne heb je gedraaid op die dag of de dag ervoor? Of wat voor kortingen heb je aangeboden op die dag? Wat voor deals waren er op die dag? En je zou dus je volledige marketingactiviteiten naast die uitschieters kunnen leggen. En vervolgens kun je dus identificeren welke marketingcampagnes waarschijnlijk effect gesorteerd hebben. Je weet natuurlijk nooit zeker of het lag aan je marketingcampagne, dat mensen ineens veel meer gingen kopen dan gebruikelijk. Maar het is in ieder geval een heel interessant patroon waar je beter naar zou kunnen kijken. Je hebt in ieder geval één campagne waarvan je zou kunnen zeggen van misschien was deze campagne heel succesvol. Dat moeten we misschien verder onderzoeken. Ook uitschieters de andere kant op zijn heel interessant. Dagen en tijdstippen waarop je ineens heel weinig verkoopt. Heel weinig. Dat is ook interessant om te bekijken van ja, hoe komt dat? Als je te maken hebt met fysieke winkels, waarom kochten klanten ineens niet meer op een bepaalde dag in een fysieke winkel? Waar heeft dat mee te maken? Als je kijkt naar online verkopen, waarom zijn klanten gestopt met producten online kopen in je webwinkel? Was er misschien een storing? Was er een rare samenloop van omstandigheden? Was het lekker weer en iedereen was buiten en niet achter de computer? Hoe zou je kunnen identificeren wat daar aan de hand is? Als je het weer er ook naast wilt correleren, dat zou je ook mee kunnen nemen in je dataset. Hè? Dus dat de weersomstandigheden van dag tot dag ook in die dataset zitten. Ja, dus dat die machine learning modellen leren dat op dagen dat het lekker weer is, je online verkoop inzakt. Het model heeft dat door. En dan krijg je dus vervolgens de uitschieters te zien die daar niet aan voldoen. Ja, dus bijvoorbeeld een zonnige dag waarin je enorm veel hebt verkocht. Ja, dus dat is dan weer tegen de trend in. Dus dit zijn uitschieters op basis van alle data die je hebt. Dus je kunt dat model iedere keer opnieuw trainen op basis van meer en meer data. En zo kun je steeds nauwkeuriger inzoomen in de factoren die die uitschieters hebben veroorzaakt. En dat kan heel erg nuttig zijn.
Nou, iets anders wat je kunt identificeren met dit soort modellen zijn trendbreuken. Dus trendbreuken zijn momenten in de tijd waarop de trend in de dataset een fundamentele verandering ondergaat. Fundamentele wijziging doorgaat. Dus het is eigenlijk als je data uitzet in de tijd, hè, je maakt er een grafiekje van. Een trendbreuk is een plek in die grafiek waar de lijn een knik ondergaat. Ja, dus waar je dus niet een vloeiende lijn hebt die je mooi op en neer gaat, maar op een gegeven moment maakt die lijn een plotselinge knik. En na dat moment, na die datum en tijd, is de situatie ineens heel anders. Dan heb je ineens een hele andere trend. Dus bijvoorbeeld, je zou je kunnen voorstellen, je kijkt naar verkoopcijfers per dag. Hoeveel producten verkoop je in je winkels per dag? En dat is gewoon constant. Ja, je hebt een aantal winkels over heel Nederland en de verkoop per dag is relatief constant. Dus als je dat uitzet in een grafiek, krijg je een horizontale lijn, een rechte lijn. En ineens, om onverklaarbare redenen, ga je ineens meer verkopen. Dus op een dag verkoop je ineens 10% meer dan gebruikelijk. En de dag erna 15% meer. En de dag daarna 18% meer. En de dag daarna 20% meer. Dus om onverklaarbare redenen begint je verkoop ineens te groeien. Iedere dag verkoop je iets meer producten dan de dag ervoor. Dus als je dat weer in die grafiek zou identificeren, dan zit er een duidelijke knik in je grafiek. De grafiek is horizontaal tot het moment van de trendbreuk. En vanaf dat moment gaat die lijn omhoog. Ja, en zit je dus in een fase waarin plotseling mensen meer en meer en meer en meer producten kopen per dag. Dus dit is een wijziging, een plotse wijziging in de trend van je data. Dus trendbreuken zijn ook heel interessant, want die wijzen op gebeurtenissen die een structurele verandering hebben veroorzaakt. En dus bij uitschieters hebben we het over one-off events. En dus dit zijn piekmomenten. Er gebeurde iets waardoor even heel kort de cijfers veranderen en daarna springen ze weer terug naar de trend. Er zijn mensen die kopen veel meer dan gebruikelijk of veel minder dan gebruikelijk, maar 1 of 2 dagen later springt alles weer terug naar het gebruikelijke niveau. Een trendbreuk is een permanente wijziging. Dus bij een trendbreuk, links van de trendbreuk is alles zoals je verwacht. Rechts van de trendbreuk zit je ineens in een compleet nieuwe situatie. Hè, waarin dus het patroon van je business data heel anders is. Dus een plotselinge wijziging in het onderliggende patroon in de data. Dat is een trendbreuk. En machine learning modellen kunnen dit soort momenten dus identificeren in je data. Zowel de uitschieters als de trendbreuken. En dit kan ook in meerdere dimensies. Hè. Dus je kunt een database hebben met honderden kolommen met interessante gegevens. En dit soort modellen gaan al die kolommen analyseren. Die identificeren dus het patroon in je data over al die honderden kolommen. En kunnen vervolgens zowel de uitschieters als de trendbreuken in al die kolommen tegelijk identificeren. Dus dit is een multidimensionale analyse. Dus ja, super interessant om dat te identificeren. Dus zo ziet dat eruit. Dit is een dataset. Even een heel makkelijk voorbeeld. Hè. Dit is een dataset met het weer, hè, de temperatuur. Dus de temperatuur in Fahrenheit in 1 kolom. En in een andere kolom hebben we het aantal fietsen op straat. In bijvoorbeeld een grote stad. Hè, dus bijvoorbeeld een stad als Utrecht. En dan het totaal aantal fietsen op straat afhankelijk van de temperatuur. En als je dat dan uitzet, hè, het is natuurlijk niet een lineaire lijn, maar als je dus de temperatuur op een klein gebiedje uitzet, dan krijg je een relatief lineair verloop. Ja, dus bij koud weer zijn er minder mensen op de fiets, bij warm weer stappen er meer mensen op de fiets. En over een klein temperatuurverloop is dat een lineaire trend. Dus je kunt dat uitzetten in een grafiek, dat heb ik hier gedaan. En hè, dus je ziet op de y-as het aantal fietsen, op de x-as zie je de temperatuur in Fahrenheit. En je ziet een aantal datapunten, hè, blauw in datapunten. En je ziet de trendlijn. Die stippellijn, dat is dus de trendlijn, dat is het patroon, wat dus door de machine learning modellen ontdekt is in de data. Nou, een anomaliedetectiemodel zal inzoomen op die 2 rode punten. Dus die 2 rode punten, dat zijn dus 2 datapunten die heel ver af liggen van die trendlijn. En je ziet al die blauwe punten, die liggen netjes bij elkaar. En je ziet duidelijk dat er een soort oplopend verloop is. Hè. Hoe warmer het is, hoe meer mensen op de fiets stappen. En dat is volkomen logisch. Maar we hebben 2 datapunten en die liggen helemaal af van die lijn af. Die liggen heel ver van die lijn af. Dus als we anomaliedetectie zouden uitvoeren op deze dataset, dan zou je dus de resultaten krijgen zoals in die tweede tabel
geschetst zijn. Dus voor alle regels in die dataset krijg je een waarschijnlijkheid dat het een uitschieter is en een waardering of het wel of geen uitschieter is. Dus met waardering bedoel ik een 0 of een 1, waarbij 0 betekent het is een regulier datapunt wat helemaal opgaat in de trend en 1 betekent het is een uitschieter. Dus je kunt heel makkelijk je uitschieters identificeren in je dataset door zo'n analyse zoals deze uit te voeren en dan alle enen, alle cijfers 1 op te zoeken in de resultaten. En dat zijn dus alle uitschieters, alle datapunten die fundamenteel afwijken van de trend. Dus je krijgt naast die 0 en die 1, krijg je dus ook de waarschijnlijkheid te zien. Dus dat is een getal tussen 0 en 1. 0 betekent 0% kans dat dit een uitschieter is. En een 1 betekent 100% kans dat dit een uitschieter is. Dus je ziet in de tabel dat onze twee uitschieters, de ene is 70% kans dat het een uitschieter is. En de andere heeft 89% kans dat we te maken hebben met een uitschieter. Dus dit is het machine learning model wat een waarschijnlijkheid toekent aan ieder datapunt. En dat komt overeen met hoe zeker het machine learning model is dat we te maken hebben met een uitschieter. En het is heel simpel, als die waarschijnlijkheid boven de 0,5 ligt, dan is die tweede kolom een 1. Dus alles onder de 50%, dat is geen uitschieter, alles boven de 50% is wel een uitschieter. We kunnen overigens spelen met dat getal. We kunnen die drempelwaarde hoger leggen als we willen. Die kunnen we bij 0,7 of 0,8 of zelfs 0,9 leggen als we willen. Dus we kunnen spelen met de gevoeligheid, hè, dus welke punten als uitschieters gelabeld worden in de dataset. In feite, hoe zeker wil je dat het machine learning model is dat we te maken hebben met een uitschieter? Je legt die drempelwaarde gewoon ergens en alleen maar als die waarschijnlijkheid boven de drempelwaarde ligt, alleen dan worden die datapunten dus gelabeld. Dus ja, dit zijn hele interessante punten. En ja, dit kunnen meetfouten zijn natuurlijk. We kunnen te maken hebben met vervuilde data. Misschien is onze business data niet helemaal goed aangeleverd en zitten er vervuilde regels in. En moeten we misschien dubbelchecken of die getallen wel kloppen. Als je te maken hebt met gegevens die automatisch gemeten worden, meetgegevens zoals temperatuur, vochtigheid, windsnelheid, en je krijgt rare uitschieters, ja, dan moet je echt even kijken naar je apparatuur. Is de elektronica wel in orde? Hebben we misschien te maken met een meetfout? En je moet altijd even checken van, klopt dit allemaal wel? Maar als de bedrijfsdata inderdaad klopt, dan is het heel interessant. Want ja, dan kan je dus afvragen, wat is hier aan de hand? En deze dataset is eigenlijk te beperkt om echt in te zoomen op waarom we te maken hebben met een uitschieter. Maar je zou je kunnen voorstellen als we de datum en tijd erbij zetten, ja, dus op welke dag waren er zoveel fietsers op straat bij die temperatuur, dan hebben we dus ook het moment waarop deze uitschieters optraden. En kunnen we dat misschien naast een kalender leggen van activiteiten, misschien vakanties. Was het een weekend of een werkdag? Was het een nationale vakantiedag? Was er een evenement aan de gang in de stad op dat moment? En dan kunnen we dus data ernaast leggen en gaan inzoomen en kijken, dit is interessant. Hoe kwam dit? Wat is er gebeurd? Als dit salesgegevens zijn, is het natuurlijk heel leuk om die uitschieters te identificeren en te bedenken, oké, wat deden wij op die dag wat ertoe leidde dat veel meer klanten onze producten gingen kopen? Ja, want misschien kunnen we dat dan nog een keer doen en vaker zoveel extra producten verkopen. Ja, dus uitschieters zijn heel interessant in dat opzicht. Nou, dit is het andere voorbeeld, de trendbreuk. Dus hier heb je weer de temperatuur en het aantal fietsen. En ik heb zelf een beetje gespeeld met de data. Dus hier zie je een leuke alternatieve dataset waarbij er veel meer mensen op de fiets springen bij een bepaalde drempeltemperatuur. Dus je ziet in het begin hebben we een relatief lichte stijging. Hè? Terwijl het steeds warmer wordt, gaan er meer mensen op de fiets, maar de stijging is relatief klein. Maar bij de drempelwaarde knikt dat ineens en daarna springen mensen massaal op de fiets. Ze laten hun auto staan, iedereen springt massaal op de fiets en de hele stad is gevuld met fietsen. Dus die drempelwaarde die is overduidelijk in deze grafiek. Je ziet dat die lijn een duidelijke knik maakt. En die drempelwaarde wordt dus ook geïdentificeerd door een machine learning model in de dataset. Dus je krijgt een regel. Je krijgt dus een regel terug, één specifieke regel in je dataset. En dat is dus het drempelpunt waarbij de trend ineens een hele andere richting krijgt in je data. En er kunnen meerdere drempelwaarden zitten
in je dataset. Er zijn meerdere plaatsen in je data waar een trendbreuk ontstaat en waarbij mensen dus ineens zich heel anders gaan gedragen. Je kunt je voorstellen, naarmate het steeds warmer wordt, benaderen we uiteindelijk een punt waarop niemand meer op de fiets zit. Als het 50 graden is buiten, Celsius, dan zit waarschijnlijk iedereen of binnen of in een geairco'de auto en is er niemand meer op straat op de fiets. Dus er zal ongetwijfeld bij hogere temperaturen weer een trendbreuk de andere kant op komen. Dus je kunt meerdere trendbreuken in één dataset hebben. Maar het is een heel interessant punt, want je kan je dus afvragen, ja, wat is daar precies gebeurd? Als dit weer verkoopgegevens zijn, ja, zo'n trendbreuk is natuurlijk heel interessant. We hebben te maken met langzaam stijgende verkopen, oké, leuk, maar ineens gaan die verkopen heel hard stijgen. Dus super interessant. Wat gebeurde er precies op dat moment wat ertoe leidde dat die verkopen ineens heel hard gingen stijgen? Want dat is zeer interessant om te weten, misschien kunnen we dat repliceren. Een andere kant op is ook heel interessant, daar zul je vaker mee te maken krijgen, plotseling inzakkende verkopen. Dus verkopen die ineens instorten. Dus steeds minder worden. En ook dat is heel interessant. Waardoor komt dat? Wat is er aan de hand? Vaak als je online verkoopcijfers analyseert en je vindt een trendbreuk, die dus naar beneden kantelt, waarbij je verkoop dus instort, dat heeft vaak te maken met technische storingen. Niet dat je hele online website uit de lucht is, dus dat mensen niet meer online kunnen kopen. Maar wat er vaak gebeurt is een soort storing waarbij bijvoorbeeld je webpagina's steeds trager worden. Dus waarbij vroeger een webpagina in 0,1 seconde laadde en bezoekers op je website heel snel door alle pagina's heen kunnen klikken en snel een winkelwagen kunnen vullen met producten en kunnen afrekenen, ga je langzaam naar een model toe waar iedere pagina pas na 2 of 3 of 4 seconden in beeld komt. En bezoekers die klikken door je website, proberen een winkelwagentje te vullen, raken langzamerhand steeds geïrriteerder door die enorme wachttijden. En op een gegeven moment geven ze het gewoon op en gaan ze weg. En gaan ze iets anders doen. Dus dan krijg je van die abandoned cart events, dat winkelwagens half gevuld worden en dan niet afgerekend worden. En ja, dan stort je verkoop dus in. En vaak kan je dat dus terug herleiden tot een technisch probleem in je website, wat ertoe leidt dat je webpagina's steeds trager worden. Of waarbij de snelheid van je webpagina's onder een bepaalde drempelwaarde is gezakt. En dat je klanten het niet meer pikken en allemaal vertrokken zijn. Dus zeer interessant deze trendbreuken in je data. Zeer interessant om ze te identificeren en dan te onderzoeken wat daar precies aan de hand is. Goed, als je hiermee aan de slag wilt gaan, kun je een service gebruiken in Azure. En die heet de Azure Machine Learning Studio. De Azure Machine Learning Studio. Het is een online omgeving in de cloud, dus in de Azure Cloud, waarmee je machine learning modellen kunt ontwerpen, bouwen, trainen en in productie kunt nemen. Dus de complete levenscyclus, de complete lifecycle van een machine learning project kan je dus uitvoeren in Machine Learning Studio. En een hele leuke feature van deze service is dat je kunt kiezen of je wel of niet in Python wilt programmeren. Want alle machine learning gebeurt in Python. De taal, de programmeertaal Python, is de standaardtaal van machine learning. En dat is historisch zo gegroeid. En dat betekent als je iets interessants wil doen in machine learning, dan moet je dus kunnen programmeren in Python. De TensorFlow bibliotheek, waar bijna alle interessante machine learning in gedaan wordt op dit moment, is een Python bibliotheek. En die roep je dus aan vanuit Python code. Dus ja, dat heeft voor- en nadelen. De nadelen zijn natuurlijk evident. Je moet een programmeur zijn om met machine learning aan de slag te kunnen gaan. En je moet de taal Python dus goed kennen. Maar het mooie van Azure Machine Learning Studio is dat Python optioneel is. Want Machine Learning Studio ziet er zo uit. Het is een no-code machine learning platform. No-code betekent je hoeft geen regelcode te programmeren. Het kan wel. Als je wilt kun je gewoon aan de slag met Python notebooks. Die zijn er ook in Azure Machine Learning Studio. Maar je hoeft ze niet te gebruiken. Je kunt in plaats daarvan gebruik maken van een visuele designer. En die ziet er dus letterlijk uit als in deze screenshot. En je kunt daar machine learning modellen in ontwerpen. Dus waar je hier naar kijkt is een machine learning model. Ja, dus die blokjes, dat zijn rekenstappen in het trainingsproces van een machine learning model. En die pijlen die geven aan hoe de data door het is eigenlijk een applicatie, dus hoe de data door deze applicatie heen stroomt.
Dus door die blokjes in de juiste volgorde te zetten, door die blokjes afzonderlijk te configureren, daarmee bouw je een machine learning applicatie en daarmee train je een machine learning model op een hele specifieke wijze. Je ziet het één na onderste blokje, daar zie je ook staan train model. Dus dit is letterlijk het punt in deze applicatie waar dus een nieuw machine learning model getraind wordt op bedrijfsdata. En je doet dit dus allemaal zonder ook maar één regel Python te hoeven programmeren. Puur door visueel die blokjes in de juiste volgorde aan elkaar te koppelen met die pijlen. En je bent dus op visuele wijze, no code, op puur visuele wijze, ben je een machine learning applicatie in elkaar aan het sleutelen. Nou, je traint dus dat soort applicaties op bedrijfsdata. Dus voordat je aan de slag kunt gaan met machine learning, moet je natuurlijk je bedrijfsdata eerst uploaden naar de cloud. En je bedrijfsdata, dat noemen we een dataset. Dus een dataset is niks anders dan een volume aan gegevens, aan data, waar die machine learning modellen op gaan trainen. Dus dit is letterlijk de bedrijfsdata waar je dus die uitzonderingen en die trendbreuken in gaat zoeken. Als je geen dataset hebt, geen business dataset, is helemaal niet erg. Begin gewoon met Excel. Begin gewoon wat gegevens te verzamelen in een Excel spreadsheet. Die kan je wegschrijven naar disk in tekstformaat. Dan kan je gewoon opslaan in CSV-formaat. En die bestanden kan je uploaden naar de cloud. Dus Azure Machine Learning Studio kan CSV-bestanden gewoon inlezen en direct voor jou in de cloud opslaan. En alle kolommen die je dus in de cloud, die je dus in je spreadsheet hebt aangemaakt, die komen dus ook netjes aan in de cloud en daar kan direct op getraind worden. Als je wel al data hebt in bijvoorbeeld een database of een data warehouse, dan zou je dus die gegevens kunnen uploaden naar de cloud en kunnen parkeren en daar kunnen gebruiken als brondata voor machine learning. Let wel op dat je niet te veel uploadt, want je betaalt natuurlijk voor data in de cloud. Alles wat je in de cloud uploadt, je betaalt per gigabyte per maand, een bepaald soort kosten. Het is niet veel, het is een fractie van een cent per gigabyte per maand. Maar als je 100 terabyte gaat uploaden of 5 petabyte, dan gaat het natuurlijk wel snel oplopen. Dus als je begint met experimenteren met machine learning, probeer kleine hoeveelheden data. Ga een modelletje trainen op misschien 1000 regels of 10.000 dataregels, misschien 50.000 dataregels. Dat is allemaal prima, kleine datasetjes. En ga daar modellen op trainen en begin daarmee. En op het moment dat je ziet dat het vruchten begint af te werpen, dat het echt die modellen, dat die zinvolle voorspellingen doen en dat je echt iets kunt met die voorspellingen, breid dan langzaam je datasets uit en ga trainen op grotere en grotere en grotere volumes data. Nou, dat trainen, dat doe je op een cluster. Ja, dus dat is een verzameling virtual machines die je gebruikt. Hè. En die worden dus ingezet om op te trainen. En ja, zoals gezegd, hè, je kan kiezen of je een CPU of een GPU wilt gebruiken. Dus je ziet in deze screenshot dat er een CPU gebruikt wordt. GPU's die trainen ongeveer 1000 keer sneller dan CPU's. Dus het is wel de moeite waard om een GPU te gebruiken, maar die virtual machines zijn duurder. Je betaalt daar meer voor in Azure dan voor reguliere CPU's. Dus je moet eigenlijk kijken naar de complexiteit van je data en aan de hand daarvan je keuze maken. Dat is wat ik altijd doe. Als ik relatief eenvoudige bedrijfsdata heb om op te trainen, dan doe ik dat met CPU-clusters. En als ik een hele complexe trainingscyclus moet draaien, doe ik dat met een GPU-cluster. Nou, kijk ook naar dat laatste infoveld, helemaal onderaan. Idle seconds before scale-down. Ook heel nuttig. Dat betekent, als je 120 minuten, als je 120 seconden lang niet traint, hè, dus als je 120 seconden, 2 minuten lang niet traint, dan wordt die cluster afgebroken. Dan wordt de hele cluster gewoon automatisch afgebroken. Je betaalt dus niet voor die cluster. Een cluster die gedownscaled is, die is weg. Hè, en die verdwijnt van je rekening.